Hallo en welkom bij First Play Experience, waar we gaan kijken naar het eerste gedeelte van spellen die we nog niet eerder hebben gespeeld. En dit keer hebben we de Pedestrian. Ik zag deze voorbij komen en ik vond hem wel geinig uitzien. Dus ik was wel geïnteresseerd in wat het eigenlijk is. Het enige wat ik eigenlijk weet is dat het eigenlijk een soort van platformachtig spelletje is. In een beetje een aparte leuke stijl. Dus laten we beginnen. Nou, kies voor het mannetje. Lopen. Lopen. Nee, ik moet de andere kant op. Oké, dan gaan we naar rechts toe. Lopen. Ja, ik kan alleen maar naar links en naar rechts. Door het deurtje heen. Nou zijn we op de deur. Zijn we weer uit de deur. Press I. Nou, deze zeker hier vasthouden en hier naartoe verbinden. En als we weer I drukken, dan kunnen we weer lopen. En dan komt hij daaruit. En zie je hier nog iets? Nee. Helemaal naar de werkplaats. Dan moeten we weer A drukken. Daar zijn we. A springen. Spring. Zo. Spring. Waar komen we nou uit? Waar zijn we? Nog door. Daar zijn we weer. Springen alleen. Wat hebben we hier? Hier kunnen we wel verbinden. Zo te zien moeten we hier uitkomen. Dus kunnen we deze hier aan verbinden. En wellicht deze weer hier aan. Nou, gaan we kijken of we daar kunnen komen. Blijf daar staan. Kan die misschien? Dat niet. Die los. Kunnen we niet gewoon regelrecht hier naar beneden toe doen? Nee, hij blijft in de deuropening staan. Hij is niet verbonden. Dat kan natuurlijk. Als ik hem hier doe, dan kan ik nooit natuurlijk daar boven komen. Hij moet hier komen. Ik mag deze ook verschuiven. Ik zie opeens daar aan de linkerkant op de tv'tje wat we moeten doen. Heel handig. Nou, dan laten we hem hier los. Nou kunnen we daar waarschijnlijk dus wel doorheen, omdat het balkje nou zo te zien ook gewoon zwart is, net als die doorstreept. En de deurtjes klappen nou ook open. Nou kunnen we verder. Dan komen we hieruit. Deurtjes hier dicht, dus die moeten we dan waarschijnlijk ook gaan verbinden. En zullen zien, moet deze hier naartoe. Ja, die kan verbonden worden en die ook weer naar die via het trappetje. Dan kunnen we nou dus een trapje en naar beneden. Dan zijn we hier uitgekomen en even kijken, we moeten daar eruit. Als we deze hier naartoe verplaatsen, die verplaatsen we daar. Dan zetten we deze nog even iets verder naar beneden zo. En dan kunnen we zo te zien dit nou aan elkaar koppelen. En dan kunnen we denk ik, naar het volgende. Zo te zien kunnen we hier wel klein in één keer doorlopen. Dan komen we hierboven. Wat nu? Kijk ik hier. Ik ga even opspringen, doorheen springen. Zo. Lop. Zo. Dat was iets snel.
Een sleutel. Dit is, ja, dit is een dichte deur. Spring, kunnen we hier dan? Ja, dat kan. En hoe pak ik nou de sleutel? Oh, wacht, ik zit. We hebben weer een tv daar. Dus daar moeten we een B gebruiken. Nou hebben we de sleutel. Oh, hij is zo open. Huppatee. Oh, dan gaan we helemaal hier naartoe. Kijk, trappetje. En kijk, want hier moeten we eruit. Hier hebben we een trappetje. Trappetje. Kijk, hier zit die dichte deur. Daar hebben we de sleutel. Dus. Het is wel even denkwerk hoor. Is moeilijk af en toe nadenken. Als we die daar verbinden, dan kunnen we daar nog niet door. Dus ik moet eerst. Wat nou kunnen we dit doen? Als we deze nou hier verbinden. Want ik kan hier bovenop springen. Die daar naartoe. Zo. Komen we dan zo? Even kijken of dat lukt. Tapje naar beneden. En een B sleutel pakken. En de sleutel hebben we op onze rug. Dup. Kom hieruit. En de deur is open. En zo. En dup. En jop. We hebben het gered. Oké, nou komen we hier. En nou, zo te zien kunnen we. Oké, we kunnen. Hier en daar moet de sleutel. Dus wat hebben we hier allemaal? Als we deze even een stukje hier naartoe verplaatsen. Pakken we deze, hebben we iets meer ruimte. En dan doen we dit zo. Kunnen we deze nou schuin ook verbinden, zo te zien wel. En dan die daar naartoe. En dan die ook nog aan die. Komen we er dan zo? Even kijken. Oh nee, natuurlijk niet, want we kunnen hier niet op die trap uit. Ja. Deze die mag ook niet zo te zien, maar hij kan er wel. Dan. Oh, ik val dan naar beneden zo te zien. Deze wil ik even los hebben. En deze wil ik ook even los hebben. Even kijken, we kunnen hier eruit, dus we kunnen daar wel komen. En dan met de trap daar naar beneden. Oep. Ik ga eens even proberen slim te zijn. Kijken of dat werkt. Wat nou als ik alleen gewoon zo doe? Zo, en ik laat hem hier staan. Verbreek hier. Die leg ik daar al vast. Oh, dat is nou flauw. Dat wil hij dus niet doen. Die kan ik wel daar. Ja, dat mag ik. Ik niet, nee. Want als ik hier in kom, dan kan ik daar niks. Mag hem niet draaien natuurlijk. Nee, dat zou weer te makkelijk zijn. Ik kan niet anders dan deze dan volgens mij daar aan koppelen. Ik kan hier ook al hier naartoe, maar ik kan niet daar komen. Hoe kom ik daar? Want
Volgens mij mag dit sowieso ook niet. Deze daar. Ik kan die niet hier naartoe zetten. En die daar. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Waarom is deze doorgestreept? Oké. Oh, wacht even. Hey, kunnen we kruislinks? Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Zo, hè, hè. Zo te zien mag dit. Ja. Hè, hè. Zo. Hebben we de sleutel, hoor. Zo, oh, dat is te ver. Zo. Was even een kraker. Maar het is gelukt. Gelukkig is deze iets makkelijker. Zo. Een schakelaar. Ik neem aan B. Ja. Oh, dan gaan we de lift. En dan gaat dat match door. Haha, zo. Wat krijgen we nou? Wat is die nou weer? Oh. Komt die zeker nog naar beneden? Dat valt mee. Oh, dan gaat die weer naar beneden. Altijd als je er zo onderdoor loopt, heb je altijd het gevoel dat die opeens naar beneden komt. Dat je geplet wordt. Zo. En jij gaat denk ik automatisch omhoog. Ja, dan moeten we jou vast ook omzetten. Ja, dan kunnen we weer op jou staan. En dan kunnen we zo. En ho. En daar. Ho, dat was weer. Ga weer taart. Wat is dit? Wat doet dit? Oh, dat, dat zullen vast een van die zuiver weer zijn. En die we moeten aanzetten. Dus wat hebben we? Die zit aan die. Maar als we ons hier naar beneden laten vallen, dan weet ik niet of we hier nog terecht weer omhoog kunnen. En deze schakelaar die zal waarschijnlijk dan voor die omhoog zitten en die zal dan met deze schakelaar automatisch op en neer gaan. Maar ik vraag me dus af of dat we dit gaan redden. Dus als ik hier zeg naar beneden. Oh ja, daar redt hij. Ah, gelukkig. Die wel, alleen dan is de vraag of dat met die schakelaar ook werkt. Maar ik moet dan deze. Zo. Nou is de vraag. Kijk hier. Oh ja, trappetjes verder naar beneden gaan. Aha. Flauw. Heel flauw. Heel, heel. Flauw. Uit. Zo. Zo. En los jij. En los jij. En we gaan jou aan jou zetten. En we gaan jou aan jou zetten. Zo. Dan gaan we eerst deze doen. Want jij gaat op en neer. Dus kan ik altijd terugkomen. En zo. En zo. Zo. Omhoog, en ja. Wat hebben we hier? Oh, dat is een lift. Lift. Volgens mij wil ik daar niet tegenaan lopen. Maar we hebben hier nog wel. Oh nee, daar moet dan die trap komen. Dat gaat wel automatisch. Oh, de rechter. Stik zo te zien. En jij, wat doe jij? Oh. Zo. Daar worden er nou wat meer. Waar komen we uit? Hier komen we uit. Die deur is nog dicht. Dus
Nou, hier moeten we uitkomen. Een trappetje, hier hebben we een trap naar beneden. En daar hebben we een trap naar beneden. Dan heb ik zo'n klein vermoeden dat deze als laatste moet komen. En deze hebben we hier, dus die zal vast wel bij deze uit moeten komen, heb ik zo vermoeden. Dan zetten we dit even zo neer. Als we dit nou aan elkaar koppelen, want dat is een lift, dan gaan we omhoog. De lift gaan we hier naartoe eerst. Dan kunnen we deze hier pakken om die om te zetten. Zo, zullen we eens proberen? Kijken of ik hem goed gedaan heb. Yep, omhoog. Spring, tapje op. En dan gaan we hier één keer omhoog. Knopje omzetten. Dan gaan we verder omhoog. Je gaat niet automatisch naar beneden. Nee, blijf staan. Zo. Yay. We moeten door. Oké, komen we nou uit. Oei, even, wat hebben we allemaal? Die gaat ook alleen maar omhoog. Hier een sleutel. Als we hier, dan moeten we eerst deze omzetten. Even denken, waar gaan we? Deze kan alleen naar die of die. Deze. Even kijken. Ik verwacht niet dat we die al gelijk kunnen pakken. Maar deze zit dan ook weer een beetje in de weg. Ja, want deze zit hier aan de rechterkant. Deze kan zo te zien alleen. Oh nee, die kan ook aan deze gekoppeld worden. Ik heb vermoeden als deze dit, dan komen we met deze niet uit. Dus wellicht moeten we toch eerst de sleutel pakken. Dan deze koppelen we hier aan elkaar. Kijk, dan kunnen we hierheen. Kunnen we hier naartoe. Dan kunnen we hier een trap. Dan hebben we hier twee trapjes. Want die kan pas alleen open wanneer dat deze schakelaar. Waar gaat deze trap en waar gaat. Oh, dit is de uitgang. De uitgang is namelijk een trap omhoog. Oké. Wat nou als we hem iets ruimer opzetten? Kijk, daar is de schakelaar. Ja, dit zal. Dan krijgen we hetzelfde hier. Zou dit werken? Ja, dan komen we hier. Oh, wacht, we missen hier die trap. Ja, want deze wou ik hier aan verbinden. Dat mag. Dit mag nog steeds. Die. Gaan we het zo redden? Gaan we als eerst gelijk sleutel pakken. Een sleutel. En we op onze rug. Naar beneden. En yep. En een trapje naar beneden. En dan komen we hieruit. Dus kunnen we hier de schakelaar omzetten. Oh, die sleutel was ook om deze deur op te maken. Zo. Nou, hier kunnen we nou zo. Zo. Yep. Yes, we hebben hem. Wat hebben we hier? Verder niks bijzonders, zo te zien. Ja, we gaan door. Ah, daar zijn we weer. Ah. Warehouse. We zijn in de warehouse aangekomen waarschijnlijk. Of we hebben waarschijnlijk de warehouse uitgespeeld. Wat hebben we hier?
Er zit een draadje aan het bord vast. Wat doet dit? Oh, een soort van batterij. Hebben we hier nog? Nee. Wat moeten we doen? Rondje batterij in. Oh, kom hieruit. Aha. En nou? Ik heb maar gewoon een van de rondjes gekozen en dat werkt gelijk, zeg maar. Oké, wat is dit? En jij gaat. Oh, nou gaat hij wel lopen. Spring. Ja, ga jij dan ook nog open? Ja. Zo te zien besturen gaat de hele lift nou, waar we nou in zitten, gaat iets bewogen. Ja, dan zijn we aangekomen. Ja, nou is die al open. Zo te zien is dat een gevaarlijke laser. Moeten we waarschijnlijk vooral niet aanraken. Traklaatje. Oh. Ja, snel. Oh. Top. Wat is dit? Oh, spring. Nou, hier zijn we. Spring. Hey. Ik mag. Oh, natuurlijk. Ik moet hem natuurlijk eerst weer op de juiste volgorde verzetten. Even kijken, dan gaan we hier. Dit is de enige die van onderen vandaan kan. Even kijken. Wat doen we hier? Ik heb nog geen flauw idee. Even kijken. Deze heeft er eentje van onder. Dit is de enige die van onderen vandaan. Dus deze die moet hierop aangesloten worden. En dan hebben we deze moet ergens aan de linkerkant, want de ingangen zijn alleen maar aan de rechterkant. Dan hebben we deze. Even kijken, deze heeft er wel twee, deze heeft er ook twee, die heeft alleen een gevaarlijke laser. We moeten hier eruit. Even kijken, we kunnen nou hier naar boven. Ik kan hier helemaal naartoe. Alleen. Heeft deze nut, want heeft deze überhaupt wel nut? Kunnen we hem niet gewoon zo doen? Komen we dan niet, want ik kan hier omhoog springen, dan daar. Ja. Spring. Ah, maar ik kan hier niet tegenop. Hoe kan dat nou? Want hij heeft geen. Ik kan hier niet tegenop springen, maar. Of. Ik zal dat zijn, dat blokje, dat. Zit ik toch even mee. Die kunnen we. Kunnen we die zeker ook op onze rug nemen of zo? Laten we eens proberen. Zo. Gaan we hier weer even terug. Ja, we gaan weer terug. Komen we hier weer uit. Ga spring. Kan ik hier? Ja, daar red ik. En spring. Oh. Zo. We kunnen hem niet geheel vastpakken, maar.
Aha. Volgens mij dit blokje. Ja. Nee. Pitverdurie. Deze kan. Ja, dan reset de boel weer. En die moet hier. Even kijken. Even los. Het blokje kan ik alleen. Deze moet. Zo. Nou, als we nee, niet aan die. Dat mag nog. Ik denk als we een blokje hier naar beneden laten vallen. En nee. Deze die moet, die kan niet in directe verbinding, want we moeten een blokje hier krijgen. Dat kan volgens mij al, dan wel deze aan deze verbinden, want dan kunnen we, het blokje valt hier naar beneden, dan kunnen we hem hier naartoe schuiven, valt hier vanaf. En dan, hij mag hier achterlangs. Deze hier. Hebben we hem niet zo. Deze hier alvast. En die daar alvast. Hebben we hem dan zo? Spring. Dan moeten we eerst dus deze hier naartoe. Dan komen we hier uit. Ja. Dan kunnen we dit blokje hier afgooien. Gaan we weer terug. Kijken, en dan had ik ja, deze hier aan. Dan kunnen we wel hier zo naartoe springen. Dan komen we helemaal hier uit. Dan kunnen we het blokje weer pakken. En dan kunnen we hem doorschuiven. Schuif, val. En ja, en dan kunnen we hem dan als het goed is doorschuiven. Niet de trappen vallen. Hier naartoe. Yeah. Zo. Tududududududu. En dan weer springt weer. Die kunnen we ook oppakken. Wat moeten we hiermee? Oh. Wat moet hier aan? Ja. Tududududududu. De sleutel. Oh. Oh, we kunnen wel naar beneden. Maar. Nee, dat mag niet. Oké. Oh, tuurlijk. Wacht even. Ja, ik vat hem denk ik. Pakken de sleutel. De sleutel laten we hier liggen. En de sleutel wordt eruit geduwd. Dan kunnen we hier naar beneden. Hoppatee. Nou, dat is een van de simpelste. Wat hebben we hier allemaal? Hier komen we een deurtje uit. Waar kom ik hier? Oké, komen we hier weer uit?
Kunnen we hier de batterij nou weer jatten? Ja, we kunnen hier de batterij weer jatten. Geen idee wat we eigenlijk mee moeten. Moet die misschien bij een andere. Want zo straks moeten we in die spring weer verder hier. Nee. Oh, wacht even. Zo. Oh jee, oké. Ja, ze gaan het inderdaad wel steeds moeilijker maken hoor. We hebben die springkleer dus nodig. En dan hebben we hier nog een sleutel. En die sleutel is voor deze deur waar de springkleer nu uiteraard natuurlijk weer zit. Dat is ook een springveer. Of, oh nee, dat is een. Die gaat omhoog en omlaag, ja. Dan moeten we die openzetten. De sleutel hier. Deze moet ergens aan deze kant. Deze moet ergens meer aan deze kant. Deze zal ergens tussen zitten. Deze zal, denk ik, ergens eronder moeten zitten. Dat in de onderkant niks meer heeft. En wat hebben we dan nog allemaal? Hier kunnen maar twee op aansloten worden. Dat is deze en die. Als we hier nog wel gelijk weer de sleutel pakken. Oh, wacht even. Hier hebben we weer een blokje. En waar moet dat? Waar moeten we dat blokje naartoe schuiven? Zo'n blokje zal misschien. Ik denk gewoon eens. Maar ik zie dat het blokje gewoon hier moet. Want deze gaat straks omhoog en omlaag, waar we misschien kunnen komen. Of hij gaat maar tot een bepaalde hoogte. Dat hij. Nou, laten we daar niet van uitgaan. Dat blokje dat hier moet komen, zodat we het ook weer terug kunnen springen. Zoiets zal het zijn, vermoed ik. En die schakel is voor die. Even kijken. Dus als we een sleutel. Nee, dit kan dan niet, want daar kunnen we dan daar niet komen, nu de eerste keer. Pas wanneer dat we hier zijn geweest. Dus. Wat als we het zo doen, die. Kijk, die is een schakelaar, dan kunnen we hier naartoe, als we die schakelaar hebben omgezet. Even kijken, als. Als we de schakelaar hebben omgezet, gaat deze mogen, dan kunnen we hier. Als we deze ook hier houden. Dan kunnen we de sleutel pakken. En dan moeten we het blokje naar beneden gooien zodat we terug kunnen. Dan kunnen we hier helemaal terug. Dan gaan we hier dit. Ik denk dat we hem zo wel redelijk hebben. Zou het niet? We gaan het gewoon proberen. Zo, en alles geconnect. En daar gaan we. Dus we gaan eerst hier naar beneden, zo, gaan we hier, en dan springen we en zetten we de schakelaar om, dan gaan we weer terug. Dup, 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 dup. En jij gaat op en neer.
Pakken we een tap. Omhoog, omhoog. En dan duwen we het blokje eraf. Zo. En dan kunnen we hier de sleutel pakken. Springen we op het blokje en dan kunnen we terugspringen. Tap omhoog, deurtje open, springveer en we kunnen eruit. Hey. En die springveer die moeten we hier al connecten. En dan kunnen we hier naartoe. Hier. Oh, dan redden we die net niet. Ah, hij kan blijven staan. En dan hebben we hier moeten we het blokje halen. Hier moeten we een blokje halen. Dan ben je hier. Ja, uiteraard kunnen we deze ook connecten. Waar is blokje? Oh, hier is blokje. Dus hier is ook de uitgang. Even zo. Nou, deze kunnen we niet oppakken, die zit vast. Even kijken, en dan als we hier eruit gaan, hebben we hier een trapje en hier een trapje. Kijk, ik doe maar iets geks. Redden we dit zo? Dit pakt hij, dat pakt hij, dit. Zo, panel pakt hij. Even kijken, dus als we hier erin gaan, blablabla, kunnen we hier een trapje naar beneden, komen we hieruit, kunnen we hier een schakelaartje omzetten. En dat is voor die op en neer te gaan, zo te zien. Nou, we gaan het gewoon proberen. Ik heb hem nog niet goed bekeken, maar we zien het al. Oké, want hier kunnen we, oh, we kunnen er wel overheen, oké. Okay. Hier een schakelaartje omzetten, dan gaat die op en neer. Alleen omhoog. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij die laser gelijk zou blokkeren. Maar dat doet hij dus niet. En deze had ik daar connect, dus dan ga ik nu dood. Als ik de laser aanraak. Ja. Nee, dus dat is het. Dus niet. En we hebben nog een dichte deur, dus daar moeten we de sleutel halen. Dit zijn wel de 1 en 2, dus deze moeten wel daar enigszins op aangesloten worden. En deze moet zo dus volgens mij wel op deze aangesloten worden, want hier. Ja, de sleutel. En dat is om die deur mee open te maken. Ik had gehoopt dat deze hoger zou zijn en die. Een laser zou blokkeren, want dan hadden we hier naar beneden kunnen. Springen hierop, kunnen die schakelaar omzetten. Geen idee wat die schakelaar. Oh, die is voor de laser, om die laser uit te zetten. Het leek toch wel dat dit hem was. Want dit maakt niet uit welke ik dan erop aansluit. Maar het is leuk en aardig. Nou ga ik dood. Ja, zie je wel. En
Kan ook niet hier. Want dat red ik dus ook niet. En kan ook niet. Hier hebben we het blokje, maar daar kan ik alleen komen wanneer ik de sleutel daar heb. Wat mis ik? Wat mis ik? Wat is? Doe maar even iets anders. Als ik hierheen ga, kom ik eruit, ga ik hier naar beneden. Dan zet ik die schakelaar om. Ja, het is dat die. Nou kan ik de sleutel pakken. Maar als ik hem nou omzet, die gaat niet. Verder omhoog. Om die laser te blokkeren. Waarom zijn deze gestreept? Heb ik niet goed op zitten te letten wat dat inhoudt. Dat ik die hierop aansluit. Dan kom ik al. Dan kan ik wel de sleutel pakken, maar dan is er geen andere weg terug. Hoe blokkeer ik die laser? Ik heb maar daar. Alleen hier zit het blokje. Maar die kan ik alleen maar komen. En als ik hem hier naar beneden laat vallen, laat ik. Dan kom ik ook op de laser terecht. Wat mis ik? Wat mis ik? Nu zet ik die schakelaar om die laser uit te zetten. En als ik deze uitzet, dan
Hij blokkeert me gewoon niet. Zo, hij blijft even hoog. Ja, ik kan deze niet direct hierop aansluiten, want dan kom ik nergens anders meer. Deze kan alleen maar op die of op die, maar als ik hier direct uit ga, dan krijg ik gelijk die laser op mijn donder. Dus dat kan niet. Ik kan hier niks met... Oh. Deze. Dus deze moet op deze aangesloten worden. Ja, volgens mij maakt het eigenlijk niet uit. Omdat je... Omdat die twee aangesloten worden. Hier. Kom ik hier naar beneden? Ik hier uitgaan. Ik kan alleen. Of zou die sleutel. Ik bedenk maar eens even iets geks. Zou die sleutel mijn rug beschermen van die laser? Vast niet. Nee, want ik kan niet achter, ik kan niet achterwaarts uitlopen. De sleutel zal mij sowieso helemaal niet beschermen, denk ik, van die laser. Nee, zie je wel. Sleutel. Zo. Zo. Oh, wacht even. Wacht even. We kunnen de sleutel laten droppen natuurlijk. Blokkeert hij hem? Ja. Zo. Poe, poe. We hebben hem al, denk ik. Zo, huppatee. Nou kunnen we hier naartoe springen. Kunnen we overheen springen. Schakelen uit. He, he. Poe, poe. Zo. Dit blokje, nou kunnen we hier. Oh, loslaten. Hier we oppakken. Spring, spring, spring. Zo, nou ben jij aangesloten. Nou moeten we zo te zien alleen nog één ding hier halen. Oh jee. Oh jee. We kunnen hier alleen naar beneden. Doe. Poe, 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 poe. Wat hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal? We kunnen nog alleen maar hier naar beneden laten vallen. Hier een trap omhoog, daar een trap omhoog. 1, 2, 3, 4 trappen omhoog. Oké, maar er zijn... Oh, hier hebben we dat ding. Zo te zien zijn het eigenlijk alleen maar vrijwel dingen op elkaar aansluiten. Maar ik denk ik zo... De volgorde maakt vermoedelijk niet gigantisch veel uit.
Heb ik zo'n idee? Ja, die zijn ook allemaal hetzelfde. Die hierop aansluiten. En. Kijk, dan kan alleen nog. Nee, wacht even. Wacht even. Zo. Die wordt daarop aangesloten. En. Deze hier kan ik ook alleen maar naar beneden vallen, want ik kan niet terug omhoog. Hier kan ik niet. En er is ook nee, er is geen blokje. Hier kan ik alleen naar beneden vallen. Oké. Even kijken. Als ik deze. Die komt van beneden vandaan, die hier. Als ik deze hierop aansluit. Deze wil ik hierop aansluiten. Kan ik hier een deur door. Iets meer naar deze kant. Deze aansluiten, dan kan ik naar beneden laten vallen. Kan ik daar de trap door en jou iets meer hier naartoe. Dan als we deze hebben, kan jij daarop. Deze moet denk ik, nee dit kan niet, want daar kan ik, ik kan alleen maar hier vandaan naar beneden laten vallen, want ik kan daar niet omhoog. Dus deze is ook alleen maar naar beneden laten. Hier naar beneden vallen, kan ik daar omhoog. Dan hebben we. Hier kan ik ook alleen maar naar beneden. Hier kan ik alleen naar beneden. Hier kan ik ook alleen naar beneden. Nou, dus ik denk dat dit een hele, een hele lange trap gaat worden omhoog. Want dit is vallen. Dit is vallen. Die is vallen. Deze is laten vallen. Deze ook laten vallen. En deze is laten vallen. Deze laten vallen. En hier kan ik omhoog. Dus. Dat is vallen. Vallen. Deze is vallen, dus allemaal vallen, vallen, vallen. Dan hebben we deze vallen. We hebben hem zo. Dus we gaan hier naar beneden vallen, omhoog, vallen, vallen. We vallen naar beneden, dan vallen we vallen, vallen, vallen. En dan kunnen we hier, ik denk dat we hem hebben. Zo, dan gaan we hieruit. Hier kunnen we wel omhoog. Dan vallen we hier naar beneden, vallen we hier naar beneden. Dan gaan we het trapje af. Vallen we nog meer. En dan pakken we deze op. Dat kunnen we niet meenemen.
Naar beneden. Weer vallen en dan kunnen we hier omhoog. En dan spring. En dan komen we weer hieruit. Yes. En nou hebben we alles. Maar wat moet ik met dit ding nou doen? Moet ik die nou hier afleveren? Zo zien we al. Hij is nou open. Yes. Zo. En we hebben de sub gehaald. Nou, dan vind ik het hierbij ook wel weer gelijk een mooie afsluiter. We hebben een mooi, leuk stuk gespeeld. Nou, ik vind hem op zich wel geinig. Puzzelstukjes zullen natuurlijk wel steeds moeilijker en groter en langer worden. Maar dat houdt wel de uitdaging erin. Ja, laat me weten of jij hem al wel gespeeld hebt en wat je ervan vindt. En wellicht ga je hem, ben je ook geïnteresseerd geworden en ga je hem zelf ook nog spelen. Laat het me hieronder weten. Nou, voor nu weer bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.